Het is een perfecte zon voor mijn TikTok trouwens. Ik moet gaan beginnen. Maar lieverd, wie is daar nou in geïnteresseerd? 150.000 mensen iedere dag. Een van de gekke manieren was het toch wel liefde op het eerste gezicht, vond ik. Dat denk ik, ja. Ik hou zo van jou. Voor de eerste keer bij mijn dochter die uit huis is. Je hebt best wel een botte humor. Dus dat duurde even voordat ik het begreep. Nee, wacht, ik heb humor. Wat hij wel heeft de laatste tijd, vind ik een beetje eng, is dat hij wegvallers heeft. Och, dat is helemaal niet lekker. Is dat hij echt helemaal gewoon gaat shaken en zegt dat hij zich niet goed voelt en dat hij duizelig is. Meneer de Wild. Hij kan echt al dagen niet slapen hiervan. Hoe is het met Ruud? Is hij niet heel zenuwachtig? Ja, heel zenuwachtig. Je weet dat hij een hypochonder is. We zijn al 8 maanden bezig en er is eigenlijk geen flikker gebeurd. Maar dat ligt niet alleen aan mij. De mensen dachten dat ik dood ging, was ik in één keer uitverkocht. Ik ben sowieso altijd donker in mijn hoofd, dus wat dat er gaat. Je moet me toch eens vertellen, hoe heb jij zo'n seizoen zo lang kunnen volhouden? Al die seizoenen met de bouwers. Ik vind het elke dag een hel. Er zijn heel veel mensen die ons niet bij elkaar vinden passen. Leven is eigenlijk best ingewikkeld, hè? Mm-hmm. Als je erover nadenkt. In Voor- en Tegenspoed, Ruud en Oljay.